Hopelijk heb je genoten van een hele fijne vakantie en ben je heel goed uitgerust. Het is tijd om weer aan de slag te gaan, ook in de raad. Hoe maak je daar een succes van? Ik heb ervoor 3 tips. Tip 1. Focus op je doel en sla de juiste toon aan. Daarmee bedoel ik dat als je weet dat je iemand nog wel kan overhalen, de juiste argumenten zoekt waar diegene gevoelig voor is. En je een toon aanslaat die uitnodigend is en uitleggend. Als je zeker weet, ik kan diegene toch niet overtuigen, dan mag het een hele stellige toon aan. Dus denk goed na over de toon die je aanslaat en je doel van je woorden. Tip 2. Geef structuur aan je verhaal door te nummeren en te labelen. Nummeren wil gewoon zeggen hoeveel vragen, hoeveel argumenten heb je. En labelen wil zeggen wat is een pakkende titel, een pakkend trefwoord of een pakkende zin die duidelijk aangeeft wat je bedoelt. Bijvoorbeeld, we hebben een financieel bezwaar en een juridisch bezwaar. Of nog gepakkender, het is te duur en het is te gevaarlijk. Dit lijkt heel eenvoudig, maar ik zie te veel raadsleden die dit helemaal niet toepassen, waardoor hun verhaal een brei van woorden wordt en niet duidelijk is wat nou het eerste, tweede of derde argument is. Kortom, vergeet niet te nummeren en te labelen, zodat anderen jouw verhaal beter kunnen volgen. Tip 3. Zorg voor een ja-knik-cadans. Zeg aan het begin van je verhaal een aantal dingen waar anderen het mee eens zijn. Het kunnen een aantal open deuren zijn, het kunnen een aantal belangrijke punten zijn waar iedereen mee eens is. Zo zorg je dat je de rest makkelijker meekrijgt met je verhaal. Bijvoorbeeld, zoals we hebben gezien, heeft dit proces een tijd geduurd. En we willen allemaal dat we dit snel kunnen afronden. De enige vraag die nu nog open staat is, hoeveel geld willen we hiervoor vrijmaken? Door dit soort vragen zeggen anderen ja, dat is waar, ja, dat klopt, ja, dat ben ik met je eens en staan ze ook meer open voor de rest van je verhaal. Knik jij nu ook ja bij deze 3 tips en zeg je ja, ik wil meer videotips ontvangen? Like dan deze video en abonneer je hierboven.